ben wel benieuwd, man. Ik zeg je eerlijk. Rijbewijs weg gehad, PC opening. Hij kan kijken wie erin zat en ze zat hier een gevaarlijke Turk. Hij dacht, laat maar zitten. Of hij pakt zijn wapen. Yes, yes. Welkom mensen bij het nieuwe video. Nee man, welkom. Nieuwe video. 8:30 is het nu en we gaan ik ga nu even Tristan ophalen. Zodra ik Tristan heb opgehaald, gaan we naar Vato. Gaan we de auto ophalen, want zijn auto gaat ook getransformeerd worden. Er is een vriend van Voerkan. Ik ben benieuwd, dus dan gaan jullie even Tristan weer in de auto zien. Dan wordt hij weer druk. Ik weet het alweer. Dat is altijd, als ik en Tristan samen zijn, zijn we druk. Hi, goedenavond. Goedenavond. We zijn nu, Robin heeft me net opgepikt. We gaan nu YouTube Vato's auto ophalen. Wat het leuke daarvan is dat we zijn auto gaan transformeren met striping. En jullie gaan nog niet zien welke natuurlijk. We gaan die nu ophalen bij hem thuis, want hij is zelf aan het streamen nu. Oh ja, en morgen als Vato zijn auto komt ophalen, dan komt YouTube Voerkan ook weer mee. YouTube Voerkan? Voerkan. Gewoon Voerkan. Ja, Voerkan. YouTube Voerkan, maakt niet uit. Oh ja, en dan gaan we even met hun chillen, dan gaan we gewoon even relaxen en dan gaan we ook misschien Shisha nog open. Ja, dan weet je in ieder geval. Robin verstoorde net de video, omdat hij het leuk vindt om mij te treiteren. Vind je? Ja. Nee, net als die partypoppen voor jou. Net als de partypoppen. Kijk, hij heeft gewoon letterlijk een magazijn aan partypoppen in zijn auto. Nee, ik heb er nog maar één. Jawel. Ik heb er nog maar één. Ik ben echt serieus. Ik heb er echt nog maar één. Alleen, weet je wat leuk is? Ik ben dus elke keer bang dat als ze tegen mij zeggen, Corosh of Tris, van kom je dit of dat doen? Denk ik van, ja. Want ze hebben gezegd, ze gaan mij terugpakken. Ja maar je weet dat sowieso eraan zit komen. Ja, dus ik ben elke keer op mijn hoede van, ja, wanneer gaat er nu iets gebeuren? Ja. Is terecht. Nee. Maar dat gaat een heel mooi moment worden, jongens. Dat Corosh en ik hebben al plannen. Doen jullie ook nog samen? Corosh zegt dat je het alleen doet. Nee. Oh, hier 2-1, oneerlijk. Ja, nu heb ik het verkloot eigenlijk, hè. Corosh en opmerking, maar... Maar maakt niet uit, het wordt één. Maar het gaat onverwachts komen. Net als dan gaan we jouw hoofd ook op de thumbnail zetten, zo. Pap. Ik weet niet of jullie ons kunnen zien, maar we zijn nu bij... Wacht, we lopen er even gewoon heen. Bij de auto van Vato. Ik heb geen idee wat jullie zien. Nou, jullie zien helemaal niks. Ik laat het straks zien. Robin gaat nu met zijn eigen auto terugrijden. Tristan gaat rijden. Ja. Tot zo. Nou, we zijn nu in Vato's auto. We rijden richting de ruimte. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is echt een pleuris mooi interieur, vind ik zelf. Even een mooi stuur. Ja, ik zal het even laten zien. Het is echt super tof. Een mooi scherm ook. Super interieurverlichting. Mooi stuurtje. Ja, stof. Yes! Mensen! Hallo mensen, welkom weer terug. Gisteren hebben we natuurlijk niet super veel gefilmd. Ja, ik was in ieder geval druk bezig. Tristan was ook druk bezig met een andere auto. Niet de auto van Vato. En we wouden gewoon even de beelden van Vato hebben. Dus ik ga nu naar de zaak toe. Ga je nog wat beelden zien van hoe Tristan de auto aan het transformeren is. Het gaat wel leuk uitzien. De kleur die er wordt. Hopen dat Vato het ook natuurlijk heel vet gaat vinden, de auto. Het is heel leuk om te zien dat de vorige video ook zo leuk is ontvangen. Nul negativiteit gehad. Dat is mooi om te zien, waarderen we. Echt waar. Waardering is gewoon, dat is mooi om te krijgen. De enige nadeel was dat we eerst de 24 uur een kinderprofiel of een kinderaccount hadden. Dus er konden geen reacties geplaatst worden. Dus als je dat wou, dan helaas, sorry, dat kon op dat moment niet. Als het goed is dat nu allemaal aangepast en dan kan het nu allemaal wel gewoon gedaan worden. Oh, gaan we weer naar binnen. Tristan is gewoon weer hard aan het werk. Hola, hola, hola. Hier, kijk eens aan. Hij is hier. Allemaal verder. Wat moet je nog doen? Alleen de achter. Oh. Ja, hij is ziek, hè? Oh. Het leuke is ook trouwens, Corosh is er dan wel niet bij, maar de auto van Corosh, die is er wel. Kijk. Zo'n bolide is er wel. Daarachter staat de auto van Tristan. Maar Tristan, ja. Waarom ben je met Corosh auto gekomen? Mijn scooter startte wel lekker niet vanochtend. Maar we krijgen over letterlijk minder dan een week weer een nieuw motorblokje voor onze auto. Haha, dan gaat hij weer scheuren in zijn bakkie, hoor. Oh. Maar daar heb je echt zin in, hè? Als er echt iets is waar Tristan op dit moment zin in heeft, is het weer gewoon zijn eigen auto gewoon weer starten. Ja.
Daar heeft hij op gewacht, jongen. Dus het eerste moment dat hij zijn auto gaat starten, is hij blij, joh. Oh, niet normaal. Nou, we zijn dus nu klaar met de auto van Fato. Robin, die is nu aan het werk. Ik zou ook eigenlijk aan het werk moeten zijn, maar ik heb geen rit gekregen. Maar... Fato's auto is nu klaar. Dus ik ga jullie even laten zien. Kijk. Spoilertje. En de grill. En de bumper zelf hebben we gedaan. Al die lijstjes zijn, waren chroom. Nu zijn ze gewoon rood. Spiegelkappen. En de zijskirts. We hebben nu een goed beeld over hoe de auto in het licht eruit zou komen te zien. Ik kan helaas geen overdagshots meer maken. Maar wel in de loods. Dus daar hebben jullie het. En vanavond zijn we dan met Fato. Ik denk echt dat hij heel erg blij gaat zijn. Voorkant is er ook bij. Nou, hij gaat voor het eerst zijn auto zien. Ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren. En dat gaat sowieso wel leuk worden. Dus dan zien we jullie daar. Ziek, hè? Die klepsysteem klinkt wel goed van onder jou, toch? Lijp, man. Lijp. Dik. Jullie lopen even nog uit! De stickers zijn erop. Fato heeft nog niet de uitslag gezien. We gaan nu naar buiten rijden met de auto. We gaan kijken naar zijn reactie, man. Hey, Fato. Ik ben wel benieuwd, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, ziek, hè? Ik ben ook benieuwd naar jouw reactie, man. Hoe jij het gaat vinden. Pedro, je auto komt eraan. Met die rode lijn, bro. Bro, hij is clean, man. Ziek, hè? Onderlijn zie ik nu pas. Die is ook dik, man. Oh, joh. Hij is echt clean, man. Ja, hè? Jawel, man. Hey, hyped, hyped. Maar hij is voor de rest echt clean, man. Ja, toch? Jawel, man. Oké, ik heb de side skirt heb gewoon zomaar zo'n ietsje lijn gedaan. Ja. Ik heb gewoon aan de achterkant iets breder gemaakt. Ik loop toch wel iets van een, ja, zo'n vlachtje krijgen of zo. Hij is echt dik, man. Ja, toch, coach. Ja, hij toch. Zeker, man. Hij ziek, hè? SO naar TC Operations, man. Ja, toch. Lekker, man. Je hoort het. Rij een dode golf even en wil je er wat levender van maken. Ja, man. Ondanks TC Operations. Zien het. Even een rondje rijden, hoor. Links, rechts? Rechts. Ja, toch. Je banden zijn helemaal op, volgens mij. Ja, man. Hoppa! Zo, dat geluid, gek! Heerlijk! Hier toch? Ja, maar hier is het tankstation. Ja, heerlijk! Hier toch? Ja, ik krijg wel een beetje dorp. Eerlijk, altijd wel een beetje spannend daar, als je hard gaat rijden. Ja, man. Je moet een beetje goed opletten. En mijn voorband zijn kaal. En hij doet die voor, hoe heet dat? Voor, ja, man. Dus ik zit gewoon met kale van het oude, toch? Hoppa. Rijwijs weg gaat, PC opening. Nee, jongen, hier in een rondje, dan ga je toch geen 30 rijden? Nee, snap ik, man. Zo, je hoort. Oh, je hebt echt een lijp geluid erin. Ja, man. Het is alleen middendepper, hè? Met het klepsysteem, gewoon. Goeie, man. Bro, als je je katalysator weghaalt, jongen, dan heb je wel. Ja, broer, ik kan nog steeds 2 chippen, toch? Dan ga fixen alles, zeg maar. Steeds maar ik weet niet, man, wat het waard is voor die auto. Niet normaal. Ja, ja, dat die hij zo moet denken. Kijk, als je nu uit aan het uitzetten. Kijk, die geluid wordt helemaal geduwd. Ja, man. Dat is wel goed, hoor. Oh, hij moet wel niet denken. Even huis onveilig maken, vroeger. Dat doet hij dan weer goed, hè? Bro, dat doet hij dan. Houd mij serieus. Velgen, als ik daar rij, bro, mensen kijken me sowieso al vies aan. Ik zweer, binnenkort is ze ook, man. Ja, ik geloof het. Zal ik hem hier inhalen of een beetje? Hoppa. Leef er nog gewoon even, jongen. Even er langs, hè. Heb je nog tractie goed gemaakt? Ik weet het echt niet, man. Ik gas toch. Hoi. Dat is wel gevaarlijk, maar straks komt het wel uit, hoor. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Wat ik ben geen professionele racer, bro. Nee. Ik ga niet aan, man. Ik ben gewoon iemand die gewoon al wordt zonder... Ik ga niet aan. Zo, wat lekker. Oh, nee. Oh, die A-klas komt ons even bezoeken. Zieke. Wat leuk. Hij gaat het aanspreken, volgens mij.
Ik denk het wel, man. Denk je? Ja, het gaat echt toch niet normaal wat je dit aanzoekt. Je hebt het al eerder meegemaakt, denk ik. Ja, man. Nee, kijk alleen maar. Ik gaf nog gas, ik dacht nog, ik kom die maar aan. Hij kan kijken wie erin zat en ze dacht, die gevaarlijke Turk, hij dacht, laat maar zitten. Of hij pakt zijn wapen uit de bak. Ik rijd niet de hele dag zo gek, maar ik zit wel echt te genieten van die vader. Ja, ik geloof hem, man. Rechts voor die gaat... Was met ritje wel, jongens. Leuk. Hard man, voerkant. Ja, toch. Gauw uit. Ziek, ziek. Laat je auto maar aanstaan, een beetje af. Ja, ja, ja. Koud. Het is alweer de volgende dag en we zijn nu opnieuw bezig met Vato's auto. Vanwege dat hij toch nog eventjes wat erbij wilde hebben. Ik ga het jullie laten zien, want het is wel echt heel goed. Dus, zoals jullie zien, eerst waren alleen de zijskirts, spiegels en bumper gedaan. Nu hebben we de wielen meegepakt. De cirkel om de wielen. Strak uit. Logo zwart. En het voorlogo zwart. En trouwens de GTI ook. Echt wel super mooi. Nou, zoals je ziet zijn we met Vato nu. We zijn even een paar fotootjes aannemen van zijn auto. Ja, jong. Tjus. Heel mooi eindresultaat. Ook mooie achterlichten. Logo zwart gemaakt, wiellijnen, helemaal top. Dus, jullie hebben net de auto van Vato gezien. We zijn buiten even wezen foto's maken. Ik ben al even een tijdje verder, maar moest nog even de video afsluiten, toch? In ieder geval, YouTube Vato's video komt ook online. Hij gaat ook nog zijn hele auto laten zien. Check hem ook even. Ja, we zijn dan weer voor vandaag klaar. Dus ik spreek jullie later. En heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer. Bye-bye.